Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Mijn vriend en collega Stekel is op dit moment in Amerika, kan er helaas niet bij zijn. Maar ik maak er in mijn eentje het beste van. Te gast is Anna van Nuenen. Anna, jij bent de oprichter, een van de oprichters op zijn minst van InnoVest. Je bent nu net eigenlijk een beetje vertrokken, daar gaan we straks nog even over hebben. Ja. Maar het thema is InnoVest. Als we daar eventjes beginnen, wat is dat? Wat doet InnoVest? Ja, we zijn een innovatiestimuleringsprogramma voor vooral start-ups. En wij prediken eigenlijk dat start-ups en innovatieve ondernemers veel moeten testen in de vroege fase van hun innovatie. Omdat dat uiteindelijk de kans van slagen weer verbetert. Dus wij hebben een paar innovatiescouts en die begeleiden alle ondernemers met testen. En dat doen we eigenlijk op een redelijk vreemde manier, namelijk met festivals als testplek. En voor ons is dat eigenlijk heel logisch, want festivals zijn eigenlijk fantastische mini-maatschappij. Je bouwt het op en je bouwt het af in één weekend. En je kan alles precies zo tweaken zoals het wenselijk is voor een ondernemer. Dus hebben wij 11 festivals inmiddels zo gek gevonden om hun hele festival aan te bieden als een testplek voor al die ondernemers. En je bent er nu een aantal jaren mee bezig geweest. Ja. Als we even bij de successen beginnen, waar ben jij het meest trots op wat jullie gedaan hebben laten zien? Ja, meest trots op dat we inmiddels 150 ondernemers hebben geholpen. Dus dat is best wel wat in 4 jaar tijd. En ik ben er dan altijd heel trots op, want we monitoren en doen onderzoek van werkt dit nou? Dat een redelijk groot deel van hen succesvol is. En 85% ook de stap naar de markt maakt. Maar misschien doe je nu meer op de voorbeelden die het tof zijn. Die komt hierna, ja, zeg maar. Precies, maar, ja. maar op zich, weet je wat, het is, je begint met een concept wat er daarvoor niet was. Juist, hè? Zeker. Dus, ja. In jaar 1 hebben we heel wat aangeklooid. En was nog heel erg zoeken naar van, oké, hoe doe je dat dan, zo'n test op een festival inzetten? Ja. En was het toen ook nog, het was voor de festivals ook nieuw. En die hebben eigenlijk gewoon één prioriteit. En dat is bier verkopen en goede muziek programmeren. Ja. En niet ook nog zorgen dat al die ondernemers goed tot z'n recht komen. Ja. Dus dat was wel een uitdaging in het begin. En na eigenlijk dat eerste jaar was echt chaos. Maar jaar 2 hebben we eigenlijk al best wel goed alle festivals meegekregen in ons gedachtegoed. En begon het al steeds beter te draaien. En inmiddels, waar ik ook wel trots op ben, is dat we alles mogen van de festivals inmiddels. Ja? De meest vreemde dingen vinden ze het leukst. Soms zaken waar ze niet direct wat aan hebben. Maar dan zeggen ze, oh ja, leuk, dat willen we wel met onze bezoekers testen. Of ja hoor, bouw de stroominfrastructuur maar om. Kijken we wel of die accu's werken. Ja, dus dat is ook wel. Maar geef inderdaad wat voorbeelden. Wat voor dingen zijn er uitgeprobeerd op die festivals? Ja, heel uiteenlopend. We selecteren altijd op ondernemers met een positieve impact op de samenleving. Dus alles is daar wel op terug te leiden. Eentje wat wel een leuk is om mee te beginnen, is een ondernemer die virtual reality inzet om angststoornissen te behandelen. Of tenminste, dat was zijn ambitie. Dus voor de GGZ eigenlijk pakketten maken. En die wilde eigenlijk meten bij zoveel mogelijk mensen of zijn angstsimulaties ook echt waren en of mensen dat goed, er goed mee om konden gaan. Dat hebben we met 1000 man getest op Oerol. Het lukte hem gewoon om in een week tijd 1000 proefpersonen daarvoor te vinden. We hebben een pre-test gedaan en een test daarna. En uiteindelijk is dat nu ook geïmplementeerd in de gezondheidszorg. Dus dat is er heel erg eens met het publiek. Maar minimaal de helft van alle pilots die we doen, daar merkt de bezoeker eigenlijk niks van. Omdat het allemaal achter de schermen gebeurt. Eentje die ik altijd wel bijzonder vind in zijn impact is Semila. Een start-up die water en afvalwater van toiletten zuivert. Die maken bijvoorbeeld van urine zuiver drinkwater en meststoffen. En dat hebben ze op een aantal van onze festivals gedaan. Om zo dus eigenlijk al het water van de toiletten meteen te zuiveren, ja, binnen een uur. En dat wordt nu ook toegepast in Kenia in de landbouw. En hij is nu aan het kijken naar vluchtelingenkampen om dat toe te passen. Hey, waarom doen die festivals mee? Is het ook een beetje marketing? Van, ja, kijk ons wel eens meedoen met leuke nieuwe impact-initiatieven. Ja, nee, is een goede vraag. Het merendeel van onze festivals, al helemaal waar we mee zijn gestart, zijn culturele festivals. Dan heb je het over Eurosonic Noorderslag, Into the Great Wide Open, ja. Oerol. Dat zijn allemaal festivals die eigenlijk al een maatschappelijke doelstelling hebben. Waar het niet dat het vaak op inhoud, op muziek, cultuur is.
En die waren eigenlijk onze eerste fans en ook medeoprichters, een aantal daarvan. Omdat zij eigenlijk een stap verder wilden gaan dan dus inderdaad alleen dat bier verkopen en mooie muziek neerzetten. Dus daar zit een hele intrinsieke drive. Maar je ziet inmiddels ook wel dat in Nederland festivalland, er zijn 700 festivals in Nederland, dat is best wel veel, dat we inmiddels ook al die commerciële festivals als aanbod nu hebben. En daar zijn we wel selectief in waar willen we wel en niet mee werken. Maar je ziet nu inderdaad wel dat de festivals eigenlijk er zelf ook wel meerwaarde van inzien. Ja. Soms als marketing, soms nemen ze het ook mee in hun eigen fondsen aanvragen. Maar soms ook gewoon omdat hun crew het ontzettend leuk vindt om te kijken hoe het nu weer gaat met die accu's die neergezet worden ergens. Ja. En soms omdat ze ook wel zelf een beetje willen scouten naar leuke oplossingen die ze in de toekomst kunnen inzetten om bijvoorbeeld hun festival te verduurzamen. Hey, als iets succes is, achteraf is het altijd makkelijk te beredeneren waarom het succes is. Ja, want, dat klopt. Ik bedoel, dat concept wat jullie hebben bedacht van dit is een maatschappij in het klein en daar kun je alles op testen, is fantastisch. Verhaal, maar aan het begin, toen je ermee kwam, moest je mensen overtuigen. Ja. Waar liep je in het begin tegenaan? Ja. Wat waren je grootste problemen die je moest... Het was een heel gedoe. Het was een heel gedoe. Allereerst, wat een van de uitdagingen was, we waren natuurlijk ook op zoek naar financiering in die vroege fase. En we belanden al heel gauw in het potje op plekken waar we dan aan de publieke kant zaten, want daar zijn we een beetje begonnen. De cultuursubsidies hun vinger opstaken. Maar wij zijn er niet om dat festival mooier of beter te maken. Wij willen een ondernemer helpen. Dus dat was eigenlijk een van de eerste uitdagingen waar we tegenaan liepen. En waar ik ook toen heel hard voor heb gevochten van... we gaan geen cultureel programma maken. Het is weliswaar een cultureel festival, maar we horen in het economiepotje. Dus dat was al een hele strijd. En daarvoor hebben we dus ook al die tijd heel erg ons best gedaan om te monitoren wat het economisch effect is. Mm-hmm. Dus dat was iets waar we tegenaan liepen. En in het eerste jaar blies ik hoog van de toren natuurlijk. Je wil iets opzetten. Ja, ja. En daar moet je zelfvertrouwen in stoppen. Maar ja, we hebben toen wel met een stuk of 20 ondernemers gewerkt. Maar er waren er eigenlijk maar een stuk of 5 die echt een goede test deden waar ze wat aan hadden. Ja. Dus dat overtuigen aan de kant van ondernemers van... Hey, jullie hebben dit nodig. Dat was ook een hele klus. En dat heeft er ook wel mee te maken dat veel... Ja, het is natuurlijk, je hebt een aantal jaren geleden dat je zo'n hele start-up vibe, dat je de lean start-up ook wel in het boeken dat in Amerika toen uitkwam. Je moet vroeg valideren en vroeg testen. Ja. Maar je zag eigenlijk in de praktijk dat dat toch niet zo heel erg ingesleten was. En daar moesten we ook echt nog wel wat voor kwartier maken. En aan ondernemers vertellen van, ja, je hebt er echt wat aan als je nu al met je prototype in de praktijk ingaat. Ja. En inmiddels hebben we ieder jaar, volgens mij hadden we vorig jaar iets van 160 ondernemers gesproken. Dus die hebben zich dan aangemeld en hebben we met ongeveer 30 een pilot gedaan. Dus inmiddels merk ik wel dat ondernemers ons weten te vinden en ook die meerwaarde inzien. Maar dat was ook nog wel een hele uitdaging in het begin. Ik bedoel, we hadden het maar mooi bedacht, maar het moet ook nog maar... En jullie zijn een stichting, hè? Ja, dat dus klopt. Dus je hebt geen winst oogmerk, hè? De kosten moeten gedekt zijn. Ja. Hoe heb je die stichting gefinancierd? We hebben hem in het begin eigenlijk 100% publiek gefinancierd. Dus middels een fonds, een Europees fonds. Dat was een fonds die ons deed focussen op de regionale ontwikkeling van Noord-Nederland. En dat hebben we eigenlijk wel handig gekozen omdat we toen wat klein konden beginnen. Met een 8-tal festivals die daar in de regio zaten. En qua ondernemers konden we meteen al wel heel Nederland dekken. Eerste jaar hebben we nog wat meer op Noord-Nederland gefocust. En eigenlijk vanaf de start, want zoiets is natuurlijk eindig en best wel fragiel. Vanaf de start gekeken naar nieuwe manieren om ons te financieren in de toekomst. En inmiddels is het een mix van publiek en privaat. We hebben 2 programmapartners. Dat zijn programmapartners die bij ons eigenlijk bepalen wat voor type start-ups er geholpen mogen worden. Nou, zo hebben we een programmapartner die spin-outs vanuit hogeschoolinnovatie stimuleert. Nou, en die is onze programmapartner om alles wat vanuit een hogeschool een start-up wordt te helpen testen. Dat is een voorbeeld daarvan. En we hebben eigenlijk vanaf de start een aantal corporates aan ons geprobeerd te verbinden onder het Vrienden van Innovest programma.
En dat loopt aardig, er kan altijd meer bij. Maar dat zijn eigenlijk gewoon onze sponsoren. En inmiddels wordt het steeds meer een mix van dat publieke en private stuk. Ja. Dat werkt best aardig. En de open deur is natuurlijk van waarom laat je de start-ups niet betalen? Hebben we ook overwogen, gaan we komend jaar ook een pilot meedoen? Kijken of de start-ups die al wat verder zijn ons ook kunnen betalen. Maar wat wel lastig is dat wij heel vaak echt vroeg prototype fase met zo'n start-up werken. Dus dat ze vaak hun financiering nog niet hebben. Ze hebben nog geen geld. Ja. Sterker nog, we hebben wel een aantal voorbeelden waarbij een start-up naar ons komt die zegt: hey, ik heb een investeerder, maar hij wil eerst weten dat ik het kan. Ja. Mag ik met jullie een pilot doen? Ja. Ja, dat moet je natuurlijk wel. Ik vind dat je dat moet doen. Al helemaal als het start-ups zijn met een positieve impact. Dus, hey, als je zegt van ons startpunt is, een festival is een soort een kleine vorm van de maatschappij. Johan Schaap vraagt via Twitter: zijn die festivals representatief voor een groot, breed of bijvoorbeeld internationaal publiekmarkt? Want kan je, behalve dat je het kan testen, dat je een afgebakend testgebied hebt, is één ding. Ja. Maar als je daarna kan zeggen, maar dit testgebied staat voor iets meer. Zeker. Ja, klopt. Sowieso hebben we, vind ik het altijd toch nog belangrijk om te zeggen dat een deel gaat helemaal niet om het publiek. Dat gaat om technische infrastructuur, dus inderdaad water, toiletten, stroom, noem maar op. Maar inderdaad, dat deel wat wel over de bezoeker gaat, daarvan hebben we eigenlijk best wel goed op de radar welke bezoeker op welk festival komt. Zo hebben we bijvoorbeeld Zwarte Cross. Daar komen veel mensen die niet uit de stad komen. En komen mensen van allerlei opleidingsniveaus. En dan kunnen we heel goed afzetten tegen Into the Great Wide Open bijvoorbeeld, waarbij we weten dat het een heel duurzaam geïnteresseerd, hoogopgeleid publiek is. Families vaak ook nog. Ja, ook wel families, ook veel generaties. Ja. We hebben Paradigm in Groningen bijvoorbeeld, heel jong publiek. Zo hebben we eigenlijk van alles wat. En daar proberen we ook wel rekening mee te houden. En we hadden afgelopen zomer een start-up die eigenlijk een nieuw drankje maakt van restproducten in de cacao-industrie. En die wilde eigenlijk dat testen bij een heel specifiek publiek. En dat werd toen het Oerol-publiek. En die heeft dat ook echt gebruikt om uiteindelijk zijn investeerder weer over te halen. Van kijk, ik heb 200 man datapunten. Die willen dit ervoor betalen in de winkel. Die willen het daar kunnen kopen. Mm-hmm. Leg maar neer, dan gaan wij verder, zeg maar. Ja. Leg je geld maar neer. En dat heeft toen heel goed gewerkt. En dan kun je ook best wel goed zeggen van, nou ja, op Oerol weten we dat er alle leeftijden ook wel komen. En, en dat misschien het publiek is dat het later ook wil kopen. Dus soms lukt het heel goed om dat goed te targeten. Hey, hoe selecteren jullie wie er mee mag doen? Vier criteria, ja. En die zijn ook wel eigenlijk het eerste jaar een beetje geëvalueerd. En ze zijn redelijk, wat ons betreft, voor de hand liggend. Allereerst, er moet sprake zijn van een innovatie. We werken niet met MKB'ers die niet in de innovatie zitten of niet een nieuw product op de markt willen brengen. Dus dat is een belangrijke voor ons. Bovendien, als het niet zo innovatief is, hoef je het vaak ook niet te testen. Dan weet je wel ongeveer wat het marktsegment is en wat het technisch doet. Een tweede is dat het festival van meerwaarde moet zijn voor de test. Dat betekent dus niet dat het ook van meerwaarde voor het festival hoeft te zijn. Dat hoeft niet. Maar dan kun je bijvoorbeeld voorstellen dat wij ook wel eens testvragen krijgen van producten, noem het innovatieve schoonheidsproducten, waarvan wij denken, ja, volgens mij kan je dat heel veel beter op bij de huishoudbeurs een keer testen. Ja. Of met een kraampje in de Kalverstraat of zo. Ja, precies. Dus dat wijzen we ook af. Kijk, echt, heeft deze start-up het festival echt nodig? Daarnaast moet er een business case zijn en kijken we naar een bijdrage aan een betere wereld. En voor dat laatste hebben we dan weer 7 thema's. Is het altijd zo geweest, van het begin af aan? Nee, we hebben in het begin ook wel een beetje door onze oogwimpers heen gekeken, met name op dat laatste stuk. Ja. En de business case mag ook een business case in de toekomst zijn. We werken wel eens met beginnende start-ups vanuit bijvoorbeeld kennisinstellingen. En dan merk je dat die business case wel op de radar is, maar dat het nog meer vroeg onderzoek is. En dat kan wel. Ja. Ja. Hey, wat deed jij hiervoor? Waarom ben je dit gaan doen? Nou, ik werkte hiervoor bij TNO, het onderzoeksinstituut. Mm-hmm. En daar deed ik onderzoek naar de creatieve industrie en naar start-up ecosystemen. En ik was hiervoor een poosje freelancer en zat toen ook een poosje in Boston als onderzoeker naar het start-up ecosysteem in opdracht van bedrijven. En wat ik daar eigenlijk
steeds weer zag, is dat innovaties eigenlijk niet zo vaak getest worden. En dat de brug van zelfs het toegepaste onderzoek richting innovatie in de praktijk eigenlijk heel groot is. Ja. Dus eigenlijk zag ik op die manier daar een vraag ontstaan. En ik belandde eigenlijk per toeval via mijn netwerk aan tafel bij een drietal festivals, die ook echt medeoprichter zijn. En die waren eigenlijk op een ander spoor bezig. Nog niet zozeer met innovatie en pilots doen, maar wel, wij willen zelf graag verduurzamen en we zouden een programma op willen zetten. Ja. En zo werd eigenlijk 1 en 1 is, ja. Ja, werd 2. Ja. Ja. Hey, je vertelde voor de uitzending aan ons dat je bent eigenlijk net gestopt, hè, ja. Bij InnoFest. Ja. Waarom? Omdat ik het voor mezelf... Ik wilde eigenlijk ruimte maken voor nieuwe dingen. Ik was bezig met een aantal nieuwe projecten en merkte dat InnoFest, ja, dat verdient gewoon volle aandacht. Dus dat is 1 kant van het verhaal. Maar ook wel, en ik weet niet of ik hier achteraf ook gelijk in krijg, maar omdat ik heel sterk het gevoel had dat ik na 4 jaar... misschien wel op mijn hoogtepunt zat bij InnoFest. En misschien me in de toekomst wel zou gaan herhalen. Terwijl InnoFest nog veel meer potentie had. Dus het was ook wel eerlijk naar mezelf van, ja, ben ik nou degene die die volgende fase, want we krijgen bijvoorbeeld heel veel aandacht uit Europa, van andere landen, ja, andere festivals. Ga ik daar nog zo'n fase vol in? Dus het was eigenlijk een beetje tweeledig. Ik dacht, nee, dan steek ik liever die energie in die andere projecten waar ik mee bezig ben. Ja. Ja. Hey, vanaf het moment dat je besloten hebt van ik ga iets anders doen. Je hebt het opgezet. Hoe heb je ervoor gezorgd dat jouw gedachtegoed, dat overeind blijft? Ja, vraag me niet. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja, want iemand anders gaat toch iets anders doen, hè? Ja, precies. Ja, nee, dat vind ik, dat is ook echt heel ingewikkeld. Ik spreek mezelf wel eens zachtjes toe. Nu, want ik ben nog maar 3 weken weg. Ja. En wordt ook nog wel een beetje gebeld van, hey, hoe zit dit en hoe hadden we dat ook alweer bedacht? Dus het is allemaal vers. Ik heb echt de indruk dat het heel stevig staat. En ik had nu ook de mazzel dat we qua financiering een flink stuk vooruit kunnen kijken. En dat het de rest van het team allemaal net weer een jaar had bijgetekend. We werken met allemaal freelancers. Dus voor mijn gevoel zit dat gedachtegoed daar wel in verankerd. En moet ik eigenlijk gewoon eerlijk zijn, ik kan het beter loslaten dan krampachtig proberen het nog mij te maken. Ja. En ik heb er wel echt vertrouwen in dat het goed genoeg, stevig genoeg staat, dat ik de nieuwe directeur keuzes zie maken waarvan ik denk, ja, dat klopt ook wel. Ja. En als het dat niet doet, moet ik daar echt vrede mee hebben. Ja, maar dat, het is heel moeilijk, het is heel ingewikkeld. Daar moet je de tijd voor nemen. Ja. Hey, maar als je naar kijkt, hè, want als je hebt incubators in de, zeg maar, die geen stichting zijn. Hè, ja, die, waar, klopt. Waarvan ja, de bedoeling is dat ze er ook geld aan gaan verdienen. Exact. En je zou kunnen zeggen, dit is ook een incubator, maar op een andere manier. Ja. Wat heb jij nou zelf geleerd van die afgelopen 4 jaar? Wat zijn de succesfactoren wat jou betreft van een InnoFest? Nou ja, ik denk dat we ontzettend hebben gefocust. Het landschap van, want je tikt wel iets leuks aan, want het landschap van accelerators, incubators, investeringsprogramma's, noem maar op, is eigenlijk best wel vol in Nederland. Er is best wel veel. Je kan als start-up eigenlijk altijd wel ergens terecht. En als je het echt wilt, kun je ook nog wel ergens gratis terecht. En ja, soms moet je een paar aandelen verkopen voor een goed programma, maar dat is dan ook wel waard. Dus wat ik eigenlijk wel echt altijd heb gedaan, is gezocht naar iets wat er nog niet was met InnoFest. En wat ook aanvullend is op die programma's. En we hebben heel vaak aanbod gehad van partijen die zeiden van, hey, die start-ups die jullie hebben, moeten wij die dan niet ook coachen? Of wij kunnen wel daarna een heel mooi investment readiness programma onder de vleugel van InnoFest opzetten. Ja, dat is cool en dat is mooi en dat is leuk, maar dat is er allemaal al. Dus ik heb eigenlijk het helemaal afgepeld tot alleen maar het enige wat wij doen is een test begeleiden op een festival. Ja. En we hebben 4 innovatiescouts bij InnoFest en die zijn daar goed in. Die zijn daar getraind in, die hebben daar hun ervaring op. Natuurlijk hebben die ook wel wat expertise op de stappen daarna. Maar eigenlijk hebben zij ook de echte taak om ze daarna door te verwijzen en niet zelf te gaan doen. Dus we begeleiden vaak een start-up een aantal maanden wel voor een festival. Dus winter is voor ons juist best druk met voorbereidingen, ondanks dat de meeste festivals in de zomer zijn. Maar na dat testen kijken we, is er nog een pilot nodig of een ander programma?
Als het dat laatste het geval is, verwijzen we door. Anders begeleiden we met nog een tweede pilot, met bijvoorbeeld een tweede prototype. Ja. Maar daarna is het echt handen eraf en nog een flinke duw geven door wat publiciteit te organiseren als het lukt. Ja, er zit nou ook een heel duidelijk probleem aan die festivals. Je kan enerzijds zeggen, het is een afgebakende groep en staat voor een samenleving. Ja. Maar het is altijd maar een heel kort bestaande samenleving. Hè? Ja. 3 dagen, misschien als je Oerol pakt langer. Ja, maar, 10, maar ook niet erg lang. Maar ook niet veel langer. Hè? Dus dat heeft natuurlijk ook een specifiek... Wat maakt dat makkelijker of moeilijker? Wat het voor ons makkelijk maakt, zijn eigenlijk een aantal factoren. Een aantal factoren die we al aangestipt hebben, is het element van... Het is net echt, het is net een echte maatschappij, maar dan toch niet. Ja. Je bouwt het op zoals je het zou willen voor een ondernemer. Dus als een ondernemer zegt van, hey, ik wil graag een riolering filtratiesysteem testen, dan kan dat op een festival, maar dat kan niet zomaar in Amsterdam, want dan moet je een riool verbouwen, dat gaat niet. Nee. Dus dat maakt het heel interessant. Meetbaar, je weet wat er in en eruit gaat. Maar wat het ook een extra prettige factor is dat een festivalorganisatie redelijk flexibel is. Ze zijn gewend om met een deadline te werken. Je kan niet je festival een week verplaatsen of zo. Nee. Dus daar zit een hele grote can-do mentaliteit van... Oké, laten we het maar gewoon doen. En moeten we dit de maand van tevoren nog helemaal anders doen... dan bestellen we toch wat kabels erbij. En, en dat maakt het voor ons ook ontzettend fijn. Ja. En ook trouwens voor ondernemers vaak, want die krijgen best wel een harde deadline. Dus we hebben... Van de financier of de potentiële financier? Ja, eerder van ons. Het festival is dan, dus je moet fijn, het maar eigenlijk. Af hebben. Ja. We hebben echt heel erg vaak een prototype staan wat echt letterlijk net de fabriek uit is gerold. Of die nacht nog aan is gesleuteld of de sensoren nog in zijn gezet of zo. En dat maakt ook dat die iteratieloop vrij snel is. Dus je kan heel snel, soms is een maand later nog een festival en dan willen ze daar weer testen, maar dan moet het prototype verbeterd zijn. Dus dat zijn de voorbeelden. Voordelen. De nadelen zijn natuurlijk dat het is niet echt. Dus het is nog steeds niet de praktijktest in de echte omgeving van de innovatie vaak. En de kortheid, je kan ook niet doorontwikkelen in 3 dagen, nee, zeg maar. Nee, klopt. Nee, het is niet. Nou, we hebben wel eens. Het is zelden zo dat er inderdaad tijdens het festival nog een iteratie gedaan wordt. We hebben wel eens bijvoorbeeld verschillende soorten afvalwater per dag op het systeem aangesloten. Of misschien festivals achter elkaar. Ja, precies. Dat hebben we ook zeker wel eens gedaan. En wat we ook wel eens hebben gedaan is een soort van ABC-test. Dus elke dag iets onder andere omstandigheden. Ja. Maar dat is inderdaad, dat houdt een keer op. Ja. En een duurtest is natuurlijk ook lastig. Dat hebben we afgelopen zomer ook wel gedaan met een circulaire douche. Die met een warmteterugwinsysteem. En toen hebben we 500 man daarin gehad. Nou, de douche ging niet stuk. Dat was eigenlijk basically de test, om het simpel te houden. Maar ja, die heeft er ook maar 5 dagen gestaan. Dus, Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat dit een duurzaam concept is? In de zin van, het festival, en die vindt het allemaal cool om dit te doen. Weet je wel? En dan kunnen ze ook weer vertellen tegen hun financiers of whatever. Weet je wel, maar... Innofest moet ervoor zorgen dat dit blijft. Dat Juist. Dit soort dingen blijven gaan. Waar zit daar de uitdaging? Ja, best wel een grote. Want je noemt natuurlijk ook wel de hype factor van Innofest. En die is er natuurlijk ook wel. Ja. Ik bedoel, festivals zijn in Nederland booming. Zijn jarenlang gegroeid in aantallen. In impact ondernemen zit nog steeds een hele grote groei. Dus dat aanbod, dat groeit wel. Maar we moeten wel relevant blijven. En dat merk je ook wel in hoe er over ons bijvoorbeeld in de publiciteit wordt gesproken. Dat was de eerste 2 jaar heel erg het verhaal van Innofest. Ja. En je ziet eigenlijk dat de afgelopen 2 jaar, afgelopen jaar al helemaal, de naam Innofest bijna niet meer komt. Het gaat veel meer over de innovaties die we testen en dat is ook eigenlijk alleen maar goed. Ja. Maar dat geeft wel aan dat er een soort shift is en dat het concept aan zich niet meer alleen maar interessant is. En nu krijg je misschien ook de vraag van wat heeft het opgeleverd? Ja, zeker. Nee, dus wat we doen is bij iedere start-up meten vooraf, maand voor de test, een week na de test en een jaar later, hoe het met ze gaat. En dat is een onderzoek dat gedaan wordt door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met een PhD in Denemarken. Die gebruiken die data om te kijken of het ook daadwerkelijk iets bijgedragen heeft. Dus dat is een stukje van ons eigen nalatenschap in de monitoring. En daarnaast zijn we ook wel aan het kijken hoe we onze methodieken meer kunnen standaardiseren. Dus beter vastleggen wat we nou eigenlijk doen. En onze innovatiescouts zijn nu eigenlijk een soort...
pakketten aan het maken van testmethodieken en die ook in te delen op die manier. Wil je bijvoorbeeld een publiekstest, doe je dat met surveys. Als je iets technisch gaat testen, hoe meet je dan? Wat voor type sensoren kun je inzetten? Noem maar op. Dus daar zijn we ons eigenlijk op aan het verbeteren en dat ook vastleggen. En wat voor ons een uitdaging is, is dat we eigenlijk heel veel vragen krijgen uit het buitenland, maar niet een hele schaalbare business case hebben. Nee. Dus dat, en daar lopen we best wel tegenaan. Ja, en cultuur is daar ook een heel belangrijk ding. Ja, hè? Want jullie kennen in België al. Dat was wonderbaarlijk. Ja. Hey, je hebt net afscheid genomen van InnoFest. Was het ook omdat je wel eens een keertje zelf wilde gaan laten zien? Weet je, natuurlijk leuk, faciliteren dat allerlei mensen kunnen testen. Ja. Maar je hebt zelf ideeën, je hebt zelf. Wil je ook een keertje zelf laten zien? Ik denk het eigenlijk wel. Ja. Ik had het eigenlijk helemaal niet zo bedacht, zo concreet, toen ik aankondigde dat ik ging stoppen. Maar ik merk dat dat wel een beetje speelt. En dat ik wel heb gezien dat... We staan voor een paar hele grote uitdagingen in de wereld. En ik maak me daar ook wel zorgen over. Het schijnt millennial eigen te zijn, maar ik weet niet of dat klopt. Ik kan daar op allerlei manieren wat aan doen. Ik zou activist kunnen worden, campagnes kunnen voeren, de politiek ingaan of zo. Maar wat ik heb geleerd bij InnoFest en heb gezien, is dat je kan ondernemen en een bedrijf kan starten eigenlijk om aan uitdagingen te werken. En dat trekt me wel eigenlijk heel erg. Dus ik ben nu al een poosje bezig met een project om een lobbykantoor op te zetten voor burgers, zodat burgers makkelijk kunnen meelobbyen in Den Haag. Maar ik ga ook nu volgende week starten bij een start-up als freelancer, die in de energietransitie aan het innoveren zijn. En dat zijn allemaal eigenlijk plekken wel waar we aan het ondernemen zijn voor die betere wereld. Maar dit zijn twee voorbeelden, want je gaat nog wel meer doen volgens mij. Ja. Maar vertel je niet altijd tegen die start-ups waar je mee werkt dat ze moeten focussen? Ja, mijn doel is om over een half jaar weer gefocust te zijn. Okay. Ja, het is eerst even breed nee, kijken. Ja, klopt. Maar het is zeker, ik merk ook heel erg dat ik... ik ben wel een oké freelancer, maar een adviseur die overal even een half jaar inspringt, dat ben ik niet. Nee. Ik zoek eigenlijk weer dat grote nieuwe ding. Ja. En misschien is het wel bij die start-up waar ik nu freelance wat ga doen. Misschien gaat mijn lobbykantoor slagen. Ja. Wie weet. Ja. Ja. Nou, ik vind het fantastisch initiatief wat je genomen hebt. En alleen al in zijn konst. Ja, het concept is geweldig, vind ik. Dus en er komen echt leuke dingen uit. Ook. Ja, ja. Nee, hartstikke goed. Dus jij ontzettend bedankt en veel succes met wat je nu gaat doen. En natuurlijk met je opvolgers in InnoFest. Dankjewel. Dank jullie wel en voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken. Zo direct een nieuwe uitzending. En kijk je on demand, dan weet je dat je al een kleine 10 jaar aan uitzendingen van Topnames kunt terugzien. Dankjewel.